welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag even een ander soort video dan normaal. Want ik heb jullie hulp nodig. Ik denk dat je het al hebt gezien aan de titel, maar ik moet even eerlijk met jullie zijn. Ik zit namelijk heel erg in een dilemma. En daarbij heb ik jullie hulp nodig. En ik heb jullie hulp nodig om te beslissen wat ik met Things to Inspire, mijn YouTube kanaal, wil gaan doen eigenlijk. Ja, ik denk dat sommige van jullie nu echt zitten te denken van waar heb je het over? Het gaat toch gewoon goed? Ja, het gaat ook heel erg goed. Ik ben ook heel erg blij met mijn kanaal. Ik merk dat ik steeds meer nieuwe dingen aan het proberen ben. Nieuwe editingsprogramma. Ik probeer weer even af en toe nieuwe thumbnails te maken om te kijken, ja, wat nou echt een mooie thumbnail is. Ik ben er nog heel erg lerende en zoekende in natuurlijk als amateur. In goede titels, in leuke content. Dus ik ben heel erg bezig met het vormgeven van mijn kanaal. En ik merk eigenlijk dat sommige video's gewoon niet zo goed bekeken worden. En mijn eerste doel met mijn kanaal was eigenlijk mijn creatieve uitlaatklep. Het was een hele stap om te beginnen met Things to Inspire, met YouTube. Ik vond het heel erg spannend wat mijn omgeving ervan zou zeggen, wat mensen om me heen ervan zouden vinden. Ik was heel erg bang voor opmerkingen of dat mensen mij belachelijk gingen maken. En af en toe gebeurt dat ook. Daar zou ik gewoon eerlijk in zijn. Vooral rondom mijn ASMR-video's worden vaak wel wat grapjes gemaakt. Mensen die het niet serieus nemen. Mensen die het niet snappen. En ik snap het. ASMR is ook iets heel aparts. En als je het niet kent en je kijkt een video van mij met ASMR, dan denk je ook van, huh, wat is dit? Maar ASMR is echt iets heel serieus. En het klinkt heel gek, want ik fluister in die video's, ik tik, ik doe een roleplay. Dus het is ook heel gek. En ik snap ook dat mensen daar misschien grapjes over willen maken. Maar voor mij is dat niet zo grappig. En ik weet dat mensen er baat bij hebben, die slaapproblemen hebben, die veel stress hebben, die daarbij kunnen relaxen. Dat wilde ik allereerst even gezegd hebbende. Ondanks sommige opmerkingen of dat ik het heel spannend vond, ben ik echt enorm blij met mijn keuze om te doen. Ik heb er echt super veel plezier in. Ik ben echt ontzettend blij met elke reactie die ik krijg. Elke like. Eigenlijk alles. En sommige mensen reageren wat vaker dan anderen. En dat vind ik zo leuk om te merken dat ik ook een soort vaste kijkers heb. En ja, ik weet niet. Ik ben gewoon enorm dankbaar voor alles wat jullie voor mij doen eigenlijk rondom YouTube. En nu wil ik graag je hulp vragen, want juist ik word heel blij als mensen reactie achterlaten, als mensen een leuke video vinden. En ik word ook wel heel erg blij als mijn werk gewaardeerd wordt. En nu kom ik een beetje op zo'n punt dat misschien mensen hier een mening over gaan hebben. Maar ik maak heel veel soorten video's. Video's met mijn naaimachine, video's over planten, video's over kringlopen, over fashion. Ik maak vlogs. Echt super veel. En ik merk dat de ene video beter wordt bekeken dan de ander. En ik doe het niet per se voor views of voor abonnees. Tuurlijk is dat wel heel leuk meegenomen. Maar het gaat mij erom dat ik plezier heb in het maken van mijn content. En jullie plezier hebben in het kijken van mijn video's. En ik vind alles leuk om te maken. En ik dacht, hey, als ik alles leuk vind om te maken en jullie alleen maar bepaalde video's heel erg leuk vinden, kan ik me beter gaan focussen op die video's en daar de kwaliteit van verbeteren. Ik merk bijvoorbeeld dat ASMR en kringloopvideo's echt de meest bekeken video's zijn op mijn kanaal. Plus nog een aantal andere. En dat zie ik aan de views, aan de duimpjes omhoog, aan de reacties. En het is niet dat ik per se alleen maar voor de views het wil doen. Laat ik dat even duidelijk maken. Maar ik wil graag leuke content maken voor jou. Dat jij het leuk vindt om naar mij te kijken. En daarom heb ik je hulp nodig. Omdat ik eigenlijk zou willen weten
wat jij het leukst vindt om naar te kijken, waar je het meest aan hebt, waar je het snelst op klikt, op wat voor video of wat voor titel. Heb je nog andere video-ideeën, andere leuke content die je kan gaan maken? Stel je voor, ik krijg nu allemaal reacties dat jullie vooral het kringlopen heel erg leuk vinden. Dan wil ik gewoon echt daarin investeren. Kijken hoe kringloopvideo's leuker maken. Kijken welke kringlopen leuk zijn om heen te gaan. Me daar meer in verdiepen en meer in, niet specialiseren, maar ik bedoel... Ja, daar meer tijd in steken. En al is dat voor ASMR video's, dan is dat ook helemaal goed. Want ik vind ASMR heel erg leuk om te maken. En ik merk dat ASMR ook goed bekeken wordt. Dat veel mensen er iets aan hebben. Dus ik heb een goede microfoon besteld. Om echt goede ASMR video's te gaan maken. En ik vroeg me af of jullie dat liever op een ander kanaal willen zien. Of wel gewoon allemaal op dit kanaal. Dat ik bijvoorbeeld een apart ASMR kanaal maak. En dit kanaal gewoon een beetje de kringloopvideo vlogachtige dingen hou. Ik hoop dat het een beetje te volgen is hoor jongens. Maar ja, ik zit gewoon echt een beetje in een weerwar in mijn hoofd van wat moet ik nu doen? Welke kant moet ik Things to Inspire op laten gaan? En dat wil ik eigenlijk ook een beetje aan jullie overlaten. Laat alsjeblieft een reactie achter in de comments. Stuur me een DM als je het liever niet openbaar als reactie wil achterlaten. Of heb je geen account. Stuur me een DM op Instagram. Mijn Instagram staat altijd in de beschrijving. Ja, laat het gewoon echt eerlijk weten. Als je het gewoon op een fijne manier laat weten, dan is niks erg of stom of negatief. Ik wil gewoon echt jullie hulp en ik wil gewoon echt jullie advies. En ik hoop dat jullie die mij kunnen geven en dat ik daar lekker mee aan de slag kan. En dan wil ik je heel erg bedanken voor je advies, voor het kijken naar mijn video's, voor de duimpje omhoog, voor de reacties, voor alles. En dan hoop ik je weer te zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!